kringloop van Schreuder aan de Kerkentuinenweg in Den Haag. Bij mij zit Adnan Elkaka, de operationeel manager van Schreuder. En verantwoordelijk voor de 9 winkels van Schreuder. Waarvan 8 in Den Haag en 1 in Rotterdam. Schreuder is van oudsher een mensenontwikkelbedrijf. We zijn 96 jaar al een begrip in Den Haag. En hier krijgen de mensen een kans echt om weer in het arbeidsritme te komen. Wat arbeidsethos mee te krijgen. En de mensen kunnen hier uiteindelijk de verschillende werkzaamheden uitvoeren. En voor de buurt is het ook weer een locatie waar de mensen hun spulletjes kunnen brengen. Waarvan zij afscheid willen nemen, maar die nog wel een tweede kans verdienen bij iemand anders. Ja. Het lijkt wel een soort voorraadwinkel van alles wat ik kwijt moet. Dat klopt, maar het moet nog wel altijd wel aan bepaalde eisen voldoen. Het moet nog steeds verkoopbaar zijn, het moet nog steeds nuttig zijn. En de nieuwe eigenaar die moet het nog wel op de juiste wijze en veilig kunnen gebruiken. Er zijn al wat geluiden van het gaat allemaal zo goed met de Nederlanders dat ze volop bij jullie spullen komen brengen. Soms wel ook wat dumpen. Hoe zit het hier in deze winkel? Te veel? Niet te veel. Maar de mensen weten inderdaad wel de winkel te vinden. En soms worden wel eens 's morgens toch verrast met wat goede en minder goede spullen. We zijn laatst zelfs is er een mand met een haan gebracht. En daar konden we niet zoveel bij. Dus je kan er in ieder geval wakker voor worden. Iedereen was in ieder geval op tijd, dat klopt. Even terug naar het personeel. Want wat zijn dat voor mensen die dan uiteindelijk een tweede kans hier krijgen? Dat zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Moeilijk of moeizaam hebben of moeite hebben om eigenlijk in het werkethos te komen. En hier komen ze in het ritme, hier krijgen ze zeg maar de normen en waarden in. Dus de structuur waar ze mee te maken krijgen. En zo komen ze een stapje verder. En dat kan intern, maar vaak stromen ze door naar een andere partij. Dan zei je van verschillende functies. Kunnen ze ook manager worden? Als ze de competenties hebben en waarom niet? Ja. Zeker. Jullie zijn de hele week geopend of een paar dagen? Nee, we zijn 6 dagen open, inclusief de zaterdag dus. En ja, dat gaat heel goed. Ja. En wat zijn zo de meeste goederen ik blijf het maar zeggen, gedumpt worden? Ja, dit is echt heel divers. Wat ik net al aangaf, het kan van een kast, stoel, tassen met kleding, huisraad, cd's, dvd's. Ik bedoel, kijk om je heen. Je wordt voor ieder wat wils en zo wordt het ook geïnterpreteerd. Ja, ik zocht nog een paar barkrukken, maar die zag ik niet. Dat zou zomaar boven kunnen. We hebben boven ook hier een koopjeszolder, dus daar kan wat tussen staan. Ik zag ook dat jullie ook spullen eventueel ophalen. Ja, dat doen we ook. We doen ook inboedels ophalen, huizen uitruimen, mensen erbij helpen en dat doen we kosteloos. Kost alles geld, dus ook dit in stand houden. Hoe wordt dat gefinancierd? De spulletjes die worden verkocht voor weliswaar een gereduceerd tarief, gereduceerd bedrag. En daar betalen we de kosten van. Ja. En jullie worden niet gefinancierd vanuit de overheid of wat dan ook? Nee, dat doen we niet. Nee, we worden niet gefinancierd vanuit de overheid. Als je naar de toekomst kijkt, want als ik zo de berichten lees, dan zitten jullie dadelijk tot je nok toe vol. Raak je niks meer kwijt. Wat dan? Nou, dan proberen we nog ten alle tijde ervoor te zorgen dat we de spulletjes netjes en verkoopklaar kunnen maken. Den Haag heeft dan weliswaar het geluk dat dat de stad is met de meeste kringloopwinkels. Maar ik denk dat wij als Schreuder in ieder geval wel een zeer gerenommeerd bedrijf zijn en service hoog in het vaandel hebben staan. Toch nog even een blik. Wat is jouw verwachting van de toekomst? Nou, ik denk dat we wel steeds meer deze kant op gaan. Dat we gaan uitbreiden. Ik denk dat er nog steeds wel mogelijkheid is om verder uit te breiden. En in ieder geval die spullen juist echt wel een tweede kans te geven. En daardoor juist de mensen met een wat smallere beurs, maar ook de wat bredere beurs, die dan hier in ieder geval voor een goed bedrag een mooi artikel kan kopen. Oké, dankjewel voor dit gesprek en veel succes in de toekomst. Dankjewel. Jij jullie ook.